Ik ben Marianna, de moeder van Nigel. Ik heb 4 kinderen. Ik heb voor alle 4 de kinderen vroeger gebruik gemaakt van het jeugdfonds. Het jeugdfonds heeft voor mij heel veel betekend. Je maakt er gebruik van omdat je op dat moment in een situatie zit waarin het financieel niet zo heel erg goed gaat. Dus nou, je krijgt meer financiële vrijheid om ook andere dingen te doen. Zodat je kinderen wel kunnen sporten en je kan wel de kleding voor ze kopen, de schoenen die ze nodig hebben. Doordat mijn kinderen konden sporten, zaten ze wel ook beter in hun vel zelf. Merk je ook in huis dat ze gewoon rustiger zijn, dat ze beter op school gingen, beter met vriendjes omgaan, minder ook ruzie onder elkaar in huis. Maar ook dat ze gewoon iets deden waar ze heel erg trots op waren. Ik heb kinderen. Eentje die nou echt een kampioenschap heeft meegemaakt met zijn sport en een prijs won. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat geeft een kind heel veel zelfvertrouwen en blijdschap. En dan kunnen ze op school wat laten zien. Opa en oma van kijk wat ik heb gedaan. Ja, ik word er gewoon zelf ontzettend blij van om mijn kinderen zo te zien. Ja.